In Vloesberg, pal in het midden van de Vlaamse Ardennen, staat een prachtige Art Nouveau-woning. Meer dan 100 jaar geleden werd ze gebouwd voor een bourgeois-familie en vandaag de dag wordt ze nog steeds verhuurd. Dus ben jij op zoek naar een volgende vakantieplek? Zeker blijven kijken, want Anne heeft er haar hart en ziel in gelegd. Dag Anne. Dag Cara. Wat een prachtig Art Nouveau-huis. Zeer mooi, hè? Maar waarom woon je er niet zelf in en verhuur je het? Het is mijn woning niet. De eigenaars zijn drie broers uit het Gentse. Zij gebruiken het als vakantiewoning. En wat heb jij ermee te maken? Ik doe de verhuur van de woning. Ik woon hier in het dorp hiernaast, dus ik woon in de buurt. En ik heb ook de inrichting gedaan. Niet onbelangrijk, hè? Maar daar gaan we straks naar kijken. Als je nu deze woning wil huren, moet het in groep of kan het ook als koppel? Het huis heeft 8 slaapkamers en er kunnen 16 personen logeren. Dus meestal wordt het verhuurd aan grote families ofwel aan bevriende koppels. Dus je kan er wel met 2 logeren, maar dan is het extreem groot. Ja. Wij voorzien voor de mensen die logeren ook ontbijt. Ze moeten de dingen wel zelf klaarmaken en alles klaarzetten, maar alle ingrediënten zijn aanwezig. De buitenkant ziet er heel speciaal uit. Is de gevel nog origineel? Nee, het gebouw is oorspronkelijk van 1905. Toen het gebouw gekocht geweest is vorig jaar, toen was de erker en de veranda in een iets wat andere stijl. De vorige eigenaars hadden in de jaren 70 verbouwingen gedaan en hadden dat in een hippe jaren 70 stijl herdaan. Dus vorig jaar bij onze verbouwingen hebben wij besloten van dat een beetje in ere te herstellen. En dus op basis van oude foto's en lithografieën hebben wij alles herwerkt en terug aangepast eigenlijk aan hoe het vroeger was in 1905. En dat heb je waarschijnlijk binnen ook gedaan? Zoveel mogelijk, maar laten we binnen eens gaan kijken. Goed. We zijn nu op de benedenverdieping van de woning. Hier zijn eigenlijk alle gemeenschappelijke ruimtes. En voor de inrichting heb je je waarschijnlijk laten inspireren door die Art Nouveau-stijl. Wat zijn zo die typische spulletjes van toen? Wel, ik ben op zoek gegaan naar dingen voor het interieur uit die periode. Waaronder bijvoorbeeld de wandlampen en de hanglamp. Daar is het nodige knutselwerk aan te pas gekomen om die te laten werken op de huidige elektriciteit. Maar voor de rest zijn het hier eigenlijk vooral kleine stukken die naar die periode verwijzen. Voor de grote meubelstukken hebben we het moeten aanpassen aan het feit dat het bruikbaar moet zijn. De meubels uit de Art Nouveau-periode die voldoen niet meer aan wat dan mensen verwachten van zitmeubels. Of aan eettafel. Dus daar hebben we wel toegevingen moeten doen. En is het een beetje hedendaagser geworden. Ja. Boven zijn er 8 slaapkamers? Ja. Gaan we eens kijken? Ja, oké. Okay. Ik volg je, hè. Dit is de grootste kamer, de Art Nouveau-kamer. Ja, de mensen haasten zich om deze kamer in te palmen. Ja. Een prachtig zicht vanuit de erker. We hebben die iets vergroot tegenover vroeger. Omdat de mensen ook effectief van het zicht zouden kunnen genieten. En het uitzicht heeft mij ook geïnspireerd voor de kleurkeuze van deze kamer. Het groen is eigenlijk geïnspireerd op het lentegroen buiten. Komt het meubilair ook uit de Art Nouveau-periode? Ja, inderdaad. Het meubilair dat hier staat, de kleerkast en het bed, is typisch Art Nouveau. De kapstokjes heb ik in de kelder teruggevonden. En ze zijn weliswaar een beetje krom, maar nog bruikbaar genoeg. En ik vond ze heel erg mooi. Vertel eens iets over de andere kamers. Voor de kleuren heb ik me laten leiden, meestal door het zicht naar buiten. En soms ingevingen van het moment, wat af en toe leidde tot nogal expliciete kleuren. En dus er is bijvoorbeeld een knalrode kamer. De meubels die daar staan zijn van Tonnet. Dat is een man die bekend geworden is omdat hij de eerste was die kwam met een techniek van het plooien van hout. Dus hij staat vooral bekend voor zijn caféstoeltjes. Een ontwerp dat iedereen zeker gaat herkennen. Ja, ja. Dan is er een kamer die volledig in jugendstil is. Dus in iedere kamer is er eigenlijk een bepaalde stroming van Art Nouveau gerespecteerd. Dus de Jugendstilkamer is een groene kamer waar aan het bed bijvoorbeeld heel veel knutselwerk aan te pas gekomen is om daar een bruikbaar formaat van te maken.
Dan is er ook nog een blauwe kamer. De meubels die daar staan, dat zijn replica's van de Art Nouveau-periode. Het zijn geen originele stukken, maar het is een firma die replica's maakt. En dan is er ook nog een kamer met meubilair van Van Uffel. En Van Uffel is beter bekend als ontwerper van de Basiliek van Koekelberg. Maar oorspronkelijk was die man een meubelmaker. En ik heb dus ergens een slaapkamer op de kop kunnen tikken. Het zijn allemaal grote namen in een groot huis. En eigenlijk voor ieder wie komt logeren, ja, die vindt wel iets dat bij hem past, hè? Ja, er is zeker in dit huis voor elk wat wil is.